Zo, welkom terug allemaal. Deze keer opnieuw ben ik een hockeymatch gaan fotograferen vorig weekend. Ik heb opnieuw de XC2 gebruikt. Ik zal in deze video snel de instellingen overlopen. En dit keer zal het een klein beetje anders doen. Ik zal afronden met een filmpje die ik gemaakt heb, of dat ik gemaakt heb op de match. Terwijl anderen heb ik altijd al foto's laten zien. Ik denk dat we al genoeg foto's hebben laten zien van hockeymatchen. Dus dit keer sluiten we af met een filmpje. Ook met de XC2 gemaakt. Maar laten we eerst snel eens kijken. Dus de XC2. Ik verkies de XC2 boven de XT1 voor wedstrijden, sport en dergelijke. Omdat de autofocus sneller is op deze XC2 en meer opties geeft. Dus het eerste wat hij doet eigenlijk is... Als we hier kijken naar de autofocus instelling MCS manueel, continu of single, dan zetten we die op C van continu. Stabilisatie inschakelen heeft weinig zin omdat je toch snelle sluitertijden zult gebruiken. Ik ga typisch een diafragma kiezen, dus niet op automatisch diafragma. Dit is de diafragma ring omdat een variabele diafragma is, zijn er geen indicaties. Zoom, dit is de kitlens, de 1855 2.8 tot 4 kitlens. Kun je hier normaal gezien, als dat focust, kun je dat hier een klein beetje... Dus de 18 tot 55 mm 2.8 tot 4 kitlens. Ik ga die gebruiken op F4, zodat ik ongeacht welke zoom ik gebruik, welke brandpunt afstand, of ik nu op 55 of 18 aan het fotograferen ben, dan blijft die F4 vaststaan. Voor de rest heb ik die dag, het was een zaal met iets meer licht dan de zalen waar ik de vorige keer gefotografeerd had. Ik heb nog altijd wel op ISO 3200 gewerkt. Maar anders fotograferen, dus de compensatie heeft niet veel zin omdat we manueel fotograferen. Waar ik de vorige keer op een 250 van seconde gewerkt heb, merkte ik wel dat dat niet altijd voldoende was om de beweging te bevriezen. Maar er zaten nog wel redelijk wat scherpe beelden tussen, dus ik was op zich wel tevreden. Ik ben twee keer in die zaal gaan fotograferen, ik heb dat tweemaal op een 250 van seconde gedaan. Ik had genoeg scherpe beelden. Maar om iets meer scherpte of iets meer garantie te krijgen op scherpte van snel bewegende onderwerpen kan het interessant zijn om iets hoger snel sluitertijd te gebruiken. Dus dit keer had ik meer licht, dacht ja, dat is ideaal, dan ga ik voor een 500ste van seconde ISO 3200. Dus dat zijn de instellingen die ik gebruikt heb qua autofocus. Ja. Als ik de camera inschakel en naar de menu ga, dan zie je hier opzij bij de tweede. Het staat momenteel nog op film, dus dat is hier de drive mode. Single shot of CL en CH als je continuous afbeelding wilt maken. Dus menu AF, MF en dan in de focus area, de AF modus, kies ik voor wide tracking. Dus single point is één punt op uw scherm, zone is een gebied hier in het midden. En wide tracking is bijna heel uw beeld, al is, is dat de camera automatisch kiest. En nu kies ik zone, maar ik wil dus wide tracking. En bij de AFC custom settings heb ik meestal met custom setting 2 gewerkt. Dat bleek goed te werken. Andere die goed werken zijn 5 en 4 en 5 was, denk ik. Dus 4 voor dingen die plots in beeld komen en 5 voor dingen die plots in beeld komen en versnellen en vertragen. Maar eigenlijk werkt de 2 vrij goed. En dat is dus obstakels negeren. Terwijl dat je een object probeert vast te houden. Nu in de praktijk, je ziet hier een klein beetje die hoeken in beeld. Dus dat betekent dat heel dit beeld gebruikt wordt voor de tracking. Ik zie al die vierkantjes die zich vormen. Dat zijn trackingpunten die geactiveerd worden. En die proberen dan ook uw onderwerp vast te houden. Stel dat mijn vinger hier zou passeren. Ziet een klein beetje, die volgt mijn vinger. Moeilijk vast te leggen, maar goed.
Dus dat zijn de instellingen die ik gebruikt heb met de X-T2. Maar ik heb dan die dag zelf ook een filmpje gemaakt en ik zal dat filmpje nu laten zien. Mijn dochter speelt ook mee, zij speelt mijn rug nummer 98. Dus als je nummer 98 ziet in beeld, dat is mijn dochter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.